En president Boutersen heeft gisteren op het presidentieel paleis Arun Kumar Mangru en Rup Narayan Bhagwat gedecoreerd voor de uitzonderlijke wijze waarop zij zich hebben ingezet voor hun district Saramaga. Ze zijn geridderd tot respectievelijk officier in de ereorde van de Palm en commandeur in de ereorde van de Gele Ster. De decorandi zouden aanvankelijk op 23 november tijdens de gebruikelijke nationale decoratieplechtigheid worden gehuldigd. Vanwege een vergissing ging dat niet door. Het is gisteren daarom goedgemaakt na de beëdiging van het DNA-lid Remy Tarnadi tot DC van Koroni. De onderscheiding van Mangru en Bhagwat komt vanwege hun onbaatzuchtige levenshouding. Want, zegt het staatshoofd, alles wat je voor jezelf doet zal met je meegaan in het graf. Maar alles wat je doet voor je medemens zal voortleven. Ook wanneer je er niet meer bent. Hij vertelt waarom de twee burgers zijn voorgedragen. De eerste wordt gedecoreerd omdat hij onvermoeibaar en onverwoestbaar is wanneer het gaat om de mensen in zijn district te ondersteunen. Hij is zo'n klein beetje de ombudsman van het district en hij is altijd ter beschikking in de ruimste zin des woords om ondersteuning te geven. En op basis daarvan is hij voorgedragen. De tweede voordracht. Deze meneer schijnt bijzondere gaven te krijgen van de Almachtige. En samen met onze artsen die patiënten naar hem sturen, die eigenlijk opgegeven zijn door de westerse geneeskunde, ziet hij kans om met zijn kruiden en de kracht die hij gekregen heeft van de Almachtige om goede resultaten en genezing te bieden aan zijn medemens. President Boutersen gisteren op het presidentieel paleis. Hij sprak in verband met de decoratie van Arun Kumar Mangru en Rup Narayan Bhagwat. Ze zijn gedecoreerd tot officier in de ereorde van de Palm en commandeur in de ereorde van de Gele Ster.